Dus ik weet niet waar ik heen ga vandaag. En of ik morgen nog hier ben is de vraag. Want wat omhoog gaat komt ook weer omlaag. Goedemorgen. Nou, eigenlijk goedemiddag. Het is 1 uur. Maar het was een latertje vannacht. De Steden Awards. En vandaag beginnen we met de officiële eerste dag van Rotterdam Beats. En hier achter me staat als het goed is de mannen van Nouveau Riche op te wachten. Er is een interactief interview. Q&A. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daarvan moet verwachten. Maar ik denk dat het beste wat we kunnen doen is naar binnen te gaan. Kan jij mij vertellen? Vertel even wie je bent aan de mensen thuis. Mijn naam is Nordin. Ik ben van Nouveau Riche Music. En net wat Gwen zei, hierachter zit Boas, Polska, Noise Boys, je broer. En die gaan Q&A, vraag en antwoord en allemaal omtrent het nieuwe signings en zo. Maar is het al begonnen? Volgens mij als je nu naar binnen loopt, gaan ze nu beginnen. Want... Oh, ik hoor applaus. Oké, kom. Tot zo! We moeten vlammen, we moeten vlammen. Vigor is neuveling als een bombe. We moeten vlammen, we moeten vlammen. Vigor is. Maar al die bullshit die op social zet, dat is heel grappig. Maar al die beide handen, dan merk ik nu zo uiteindelijk. Is het echt, zeg maar? We zijn dus gewoon de serieuze mannen. Ja. Ik wil best even mijn broek. Q&A, nu is het mijn tijd, nu mag ik vragen stellen. Ze zitten er gelukkig nog allemaal even op mij te wachten, dus laat het interview beginnen. Ketan, kom er even bij. Hoe vond je dat ging? Ja, broeia, maar wel gezellig. Ik voel me intelligent en shit. Hebben jullie het laat gemaakt vannacht? Nee, ik ben als een professionele man vroeg gaan slapen. Nee. Ja, echt waar? Kijk, weet je, natuurlijk op social media en in videoclips en live zijn we gewoon tap. Maar... Is daarover nagedacht? Zit je ook wel eens met z'n allen en denk je, nou weet je wat, we gaan gewoon dit soort shit posten en dit soort foto's en dat werkt? Hoezo zou je dat doen? Dat is echt... Omdat jullie zoveel succes hebben. Nee, maar zo waren we altijd al toch. Dus ik bedoel, voordat wij bekend waren, dachten we daar ook niet over na. Dat deden wij gewoon. En eindstand heeft dat niks met plannen te maken van laten we gek doen of whatever of zo. Ik denk dat het komt omdat je natuurlijk een beetje zelf, maar het is ook een stukje vernieuwing. Wat kan ik van vanavond verwachten? Vanavond wordt één gekke, wilde, gezellige familiedag. Na Q&A van Nouveau Riche is het tijd voor Mr. Props. En die is hier als het goed is in de ruimte hiernaast. En ze zijn al bezig. En ik weet niet of ze het leuk gaan vinden dat ik hier nu... Kijk, daar is die. Ik weet niet of ze het leuk gaan vinden dat ik hier nu storend naar binnen kom. Het is volle bak, maar we gaan toch naar binnen. Kom. Oh, ik haat het. My face above the water. My feet can't touch the ground. Touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon at times. You are not around. We kwamen net uit de Q&A met Mr. Props. Het heet The Independent Success of Mr. Props. Wist jij dat dit voor jou was weggelegd? Dat er hoe dan ook een keer die hit zou komen als wees? Ja, dat hoop je wel. Dat hoop je wel, je gaat er niet vanuit, want dan ben je gewoon... Je hoopt het. Ja, je hoopt het. Maar dat het dan gebeurt op het moment dat ik het juist niet verwacht, zeg maar. Dat is gewoon heel raar. En dat laat ook weer zien dat je niet alles in de hand hebt. En dat is voor mij dan weer een goede les. Yeah. Dat je gewoon bepaalde dingen gewoon lekker moet laten gaan. En ja. Maar was het wat je ervan had verwacht? Als je kijkt naar bijvoorbeeld de fans die hier zijn en de aandacht voor jou. Was dat wat je had verwacht als je een nummer 1 hit zou hebben? Ja, het is gewoon raar. Mensen die je niet kent, die praten opeens tegen je en zo. Ja. Weet je? Dat, en ik ben altijd heel erg op mezelf geweest. Als ik uitging of zo, of naar een club of zo, dan was ik altijd zo iemand die in een hoekje ergens gewoon naar iedereen aan het kijken was. En nu opeens kijkt iedereen naar mij en dat is gewoon raar. En wat kunnen wij van jou verwachten in 2014? Gaan er nog wat meer dingetjes uitkomen? Misschien nog wat samenwerkingen? Want hoe je het ook bent of verkeerd met de opposites. Ja, het hangt hier ook overal, die kaart met jullie. Dat was een fantastische samenwerking. Kunnen we meer van dat soort dingen verwachten? Zeker wel. Heb je nog plannen met Rotterdam Beats? Er komt een show, zei je morgen. Ja, morgen ga ik optreden, maar daar wil ik het niet over hebben. Want, waarom? Zenuwen. Hoezo? Is dat zo'n spannend optreden? Nou, niet per se die specifieke show, maar ik heb gewoon heel erg last van... Als ik helemaal het podium raak, dan is er niks aan de hand. Is dat altijd? Ja, dat is altijd. Echt? Ja. Maar probeer je het dan ook te ontwijken of denk je wel bij iedere show let's go, weet je, ik heb daar zin in, meer shows, meer shows? Nee, dat heb ik dus niet. Het is gewoon altijd weer van vooraf aan, vanaf nul.
komen die. Het zijn geen eens vlinders meer. Het zijn gewoon adelaars die gewoon in mijn buik rond zwerven. Die gewoon ja, me helemaal gek maken. Heel veel succes. En maar heb je nog andere dingen die je gaat doen daarnaast? Ik ga voor het eind van het jaar ga ik nog een paar clipjes droppen. Bij Excite natuurlijk. Sowieso. Sowieso shout-out naar Excite. Ik bedoel, er zijn alle muziekzenders zijn verdwenen. Yeah. Dus ik ben blij dat er weer gewoon een platform is dat zich daarmee bezighoudt. Want dat is echt systematisch gewoon allemaal verwijderd. Yeah. Ik ga geen namen noemen, maar er zijn bepaalde zenders die muziek in de naam hebben, maar niks met muziek te maken hebben. Dus vreemd is dat. Dat is heel awkward. Ja, en wij wel. Ja, we vinden ook niet wordt uitgenodigd voor bepaalde awardshows en dat soort dingen, maar dat maakt niet uit. Fuck dat. Hey, luister, wij hebben in Maarten een awardshow en dan ben je gewoon uitgenodigd bij deze al. Kijk eens. Fijn, hè? Hey, dankjewel en ik wens je nog een hele fijne Rotterdam Beach. En ik zie je vast wel weer op onze awardshow. Hè? Dankjewel. En naast me staat Sanilia en jij was gisteren ook op de Stedenwoord. Hoe was dat? Wat vond je ervan? Ik vond het anders dan andere jaren, maar ik vond het wel leuk. De sfeer was heel goed en dat vind ik toch wel het belangrijkste. En vandaag, wat zijn jouw plannen tijdens Rotterdam Beach? Eerste dag een hoop te doen? Veel mensen ontmoeten, denk ik. Lekker met mensen kletsen, mensen aanspreken waar je mee wilt werken en vooral geïnspireerd raken. En toch eigenlijk wel de grote winnaar van de Stedenwoord. The day after. Ja man, niet gedoucht, oogpoep. Hoe valt dat bij je collega's? Is dat een beetje van, of wel echt gefeliciteerd? Ja, het is wel master. Ik kreeg gisteren een leuke sms'je van Willem, weet je wel, van de opposites. We hebben ook nog een hele leuke reactie, daar gaan we nu even naar kijken. Ik stond namelijk bij Willem toen ik te horen kreeg dat jij beste album kreeg. Yes! Hef papierwerk! Godverdomme! Hef, what the fuck doe je nou man? Even serieus. Jij hebt helemaal niet zo hard gewerkt als wij. Willem, je weet toch? Ik hou van jullie, opposites, jullie hebben meer money als mij, laat mij die awards pakken, je weet toch. Sef de Lisa, ik zag je net in de zaal zitten bij Mr. Pops, ja. Wat vond je ervan? Ja, voor mij is het een perfect exemplaar van waar ik naartoe wil. Ik zag gisteren een tweet voorbij komen, daar stond je samen op de foto met Noise Boys. Ja, ik werk heel lang al met Mucky en dat is echt mijn homie, ik maak heel veel muziek met hem en Noise Boys, ja. Nu dat ze bij Nouveau Riche zitten, zijn er ook andere deuren die er open gaan voor jou? Hoe kijk jij naar die hele Nouveau Riche gang? Ik vind ze echt geweldig. Ik vind ze vernieuwend. Ik vind dat ze echt super toffe shit doen. Ik vind het gewoon tof om te zien dat mensen individueel succes hebben. Dat ze hun eigen ding doen. En ik gun het ze ook heel erg. En ja, of de deuren open gaan, dat zie ik vanzelf wel. Maar ik werk in ieder geval gewoon keihard en dan komt het wel goed. Inmiddels is het donker en staan we hier voor Perron en dan gaat het toch wel echt gebeuren hoor. De label night van Nouveau Riche, iedereen is hier binnen en ik denk dat het dak eraf gaat en ik heb wel zin in een feestje. Gisteren de Stedenwoord, vandaag de hele dag serieus geweest, goed opgelet, mijn aandacht erbij gehouden, maar vanavond gaan we los. Mr. Polska, de man die ik vandaag denk ik 86 keer heb gezien hier in Rotterdam. En je zit nu lekker naast me. We hebben eigenlijk de tijd om even rustig te kletsen. Hoe is deze dag geweest? Spannende dag voor jullie, Label Night. Ja, en hoe was dat? Kun je nog een beetje praten? Kun je het allemaal, bevat je het allemaal? Ja. Ik vind het echt leuk, man. En er staat een rij buiten, hè? Er staat een rij buiten. Had je dat verwacht? Ik heb natuurlijk een shout-out vandaag van jou online gepost. Heb je zelf ook gezien. Pak jouw mooiste outfit. Pak jouw beetje geld, pak jouw lichaam. Denk je dat het stiekem daarmee te maken heeft, van breng je lichaam en je beetje geld? Tuurlijk, dat heeft mensen helemaal wakker geschud, toch? Label Night klinkt een heel klein beetje suf. Ja, maar ja, wij zijn geen suf label. Nou, die Q&A vanmiddag. Informatief. Ja, fuck dat, was echt heel saai. Nee, ja, voor jou misschien, maar... Nou, het was saai, kom op! Nee, het was gewoon... Het was saai. Interessant, man. Je viel bijna in slaap. Nee, maar ik was helemaal geboeid. Ah, fuck jou. Het was hartstikke saai. Maar ik wil vanavond contrast zien met vanmiddag. Ja, is goed. Ik wist niet of het druk ging worden. En nu hoor ik dat er een rij staat, dan begint bij mij al... Ja, daar heb ik zin in. We zijn goed op weg. En dan dadelijk dak eraf? Sowieso.
moeten vlammen, we moeten vlammen. Jezus, wat een gek huis. Super gezellig. Ik ga nog niet naar huis. Ik ga hier met die jongens van de Maurice nog een feestje vieren. En we klaarmaken mentaal dan. Vanmorgen, de laatste dag van Rotterdam Beach. Jongens, ik zie jullie morgen. Vlammen voor je leven.